Welkom bij deze nieuwe video. Als mijn stem een beetje anders klinkt, ik ben een beetje hees, ik ben half mijn stem kwijt. Ik heb weer veel te veel geschreeuwd afgelopen weekend. Ik weet niet waarom, maar oké. Dus mijn stem is een klein beetje anders. Maar in ieder geval, ik ga vandaag make-up testen van Lattie London. Voor de mensen die het niet kennen, zoals mij, ik kende het niet. Het is volgens mij een vrij nieuw merk bij de Kruidvat. En ik zag staan en de Kruidvat had een 1+1 actie die dag. En alle make-up was dus 1+1 gratis. En ik dacht, ik ga een hele video maken over deze collectie. Ik dacht, de collectie is lekker betaalbaar. Het zijn een beetje Catrice prijzen. Ik dacht, nou, 1+1 hoef ik niet veel te betalen. Ik heb gewoon alsnog 80 euro betaald. Maar oké. Maar ik heb dus hier echt een bakje vol met echt heel veel make-up producten van Lattie London. Ik heb ook een spons van hun. Dus ik ga vandaag alles proberen van hun collectie. En ik ga jullie laten weten wat dus echt aanraden zijn van de collectie. Het is weer vandaag een super warme dag. Ik heb mijn ramen open gedaan. Doe ik normaal niet door het geluid, het lawaai en zo. Maar het is echt te heet. En er staat hier een mega grote boom. En er zitten vogels in. En die zitten heel de tijd te fluiten. Dus als je wat gefluit hoort, dan zijn het de vogeltjes. Maar in ieder geval, we gaan dus vandaag het Lottie London make-up testen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Helemaal gratis. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb ook van de collectie de foundation, de primer. Ik heb echt letterlijk alles voor een full face. En ik ga denk ik ook een full day wear test doen. Dus blijf vooral tot het einde kijken om te zien hoe lang de make-up het volhoudt. Of je het echt volhoudt voor echt gewoon een volledige dag. Daar ben ik ook altijd wel benieuwd naar. De look vandaag wordt draagbaar. Het worden draagbare kleuren en overal ook gewoon echt een draagbare look. Dus ik ga beginnen vandaag met mijn gezicht en ik ga mijn gezicht primen. Ik heb hier de Lottie London Bay Before Anything Illuminating Gezichtsprimer. Ik vind het grappig dat het B heet Before Anything Else. Want HEMA heeft ook een Before Anything Else B collectie. Ik weet niet of dat gewoon toevallig is of dat iemand heeft nageaapt, maar I'm not sure. Het is een water-based primer. Er zit vitamine E in en het is dus illuminating. Dus het laat je gezicht een beetje glanzen. Er rijdt hier iemand in de straat. Dit is de reden dat ik nooit mijn raam open kan doen. Ik woon eigenlijk in een best rustige straat. Ik woon niet aan een weg of zo. Ik woon echt gewoon in een straatwijkachtig iets. Maar toch is er altijd best wel veel geluid. Ik vind illuminating altijd wel fijn, want ik hou wel van een beetje een glanzend gezicht. Ik hou ook wel van mat. Ik hou van allebei eigenlijk. Oké, ik moet echt even stoppen met doorratelen. Ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben weer een beetje aan de lichte kant, want ik heb mijn gehele bruiningsspray eraf gehaald. Moes. Ik gebruik altijd een bruiningsmoes. En die heb ik eraf gehaald, dus ik heb weer nou gewoon mijn hele witte huidskleur. Even kijken, dit is de tube. Oh, het is zo een beetje lichtrozig. Het maakt mijn gezicht grauwig. Dat is niet zo mooi. Het maakt mijn gezicht ook een beetje vettig. Ik zie niet per se echt een glans. Oeh, ik zie er echt heel grauw uit. I don't like it. Ik vind het ook niet fijn hoe het aanvoelt. Zo raar vettig en zo. Nee. No. Dan heb ik ook een foundation. Ik heb dus twee kleuren. In verband met corona zijn er dus geen testertjes. Dus ik kon niks testen. Dus ik dacht, ja, nou, dan haal ik gewoon twee kleuren. Er zijn niet heel veel kleuren, dat wel. Hey, Susu! Ik heb de kleuren Soft Sand en Beige. Beige is iets lichter. Ik ga ze gewoon even allebei een beetje zo swatchen. Het is ook weer een water-based foundation. Ook weer met vitamine C. En het is een matte foundation. Dus hij maakt mij mat. Oké. Okay. Het is gewoon zo'n tube. Oké, de kleuren zijn allebei echt wel heel anders. Ik moet wel echt zeggen, er zijn echt niet genoeg kleuren. Iets van 5 of 6 of zo. En deze kleur kwam na die kleur. En kijk wat voor groot verschil het is. Maar ik denk dat voor nu de lichte kleur gaat matchen. Ik denk dat wanneer ik weer bruin die andere kleur matcht. Maar voor nu ga ik voor de lichte kleur. Ik heb ook van Lottie London hun make-up spons. Een roze blendertje. Die wil ik ook graag proberen. Dit is de Blend & Snap spons. Hij ziet er gewoon vrij normaal uit. Latexvrij en ultra luxe materiaal staat erop. Oké, ik ga hem wel even nat maken, want dat doe ik altijd met mijn beauty blenders. Hij voelt wel echt hard aan, oh my god. Ik heb hem nat gemaakt, hij is echt een stuk gegroeid, alleen hij voelt nog wel echt hard aan. Daar ben ik echt niet van, maar ik ga hem toch gewoon gebruiken. Ik ben echt net een spook. Mensen, ik vind de blender echt niet fijn, hij is echt te hard. Kijk ook wat hij hier doet. Kunnen we het zien, die strepen hier? Het gaat niet makkelijk weg. Ik ga gewoon even mijn Queen Tarsi spons gebruiken.
Oké, nou met mijn spons ging het echt een stuk beter. De foundation, hij is inderdaad echt mat. Je moet houden van mat, want hij is niet natuurlijk. Hij glanst totaal niet. Hij is compleet mat. Hij heeft een medium tot volledige dekking. Daar hou ik altijd wel van. Ik weet alleen nu nog niet of ik hem toch net iets te droog mat vind. Als ik er zo naar kijk, lijkt hij een beetje te gaan naar de iets te droog mat. Maar op zich ziet het er nog best wel goed uit. Dus ik geef hem nog heel eventjes de tijd. Maar voor nu ziet het er wel gewoon... ja, oké uit. Dan heb ik ook van Lottie London twee concealers. Dit is de Got It Covered Concealer. En ik heb hem ook weer in twee kleuren. Omdat ik gewoon niet wist welke kleur het beste zou gaan matchen voor mij. Ik heb de kleur Maple en Sand. Maple is weer de iets lichtere kleur. Dus ik denk gewoon dat ik gelijk begin met die. Want... ik denk dat Sand een beetje matcht met die foundation kleur Soft Sand. En ook op de concealer staat dat er vitamine E in zit. En dat het een volledige dekking heeft. Dus echt een... dat hij gewoon echt goed dekt. Dus dat gaan we zien. Dit is de applicator. Het is een klein sponsje. Dat is wel cute. Deze kleur is donker. Oh my god. Ik zie dat hij op beeld nog lichter lijkt dan in het echt. Deze is een stuk donkerder dan de foundation kleur beige. En het is totaal niet de kleur die je hier ziet. Dus mocht je de concealer halen, haal echt een lichtere kleur dan dat je denkt. Laat staan Sand. Die is dan helemaal donker. Dus hij is wel echt super donker. Ik vind het sponsje wel echt heel fijn erop. Die blendt het zo mooi uit. Ik zie ook dat zowel de foundation als de concealer beide oxideren. En dat houdt in dat zodra je het aanbrengt, de kleur nog donkerder wordt op je gezicht. Ik zie gewoon hoe het donkerder aan het worden is op mijn gezicht. Dus dat is ook handig om te weten. Ik ga de concealer ook weer blenden met gewoon mijn spons. Ik heb heel eventjes mijn belichting veranderd, zodat je echt beter gewoon mijn echte huidskleur ziet. Want ik was echt een beetje overbelicht. Dit is nou hoe het eruit ziet. De concealer heeft echt inderdaad een volledige dekking. Mijn enige issue is de kleur. Hij was al gewoon te donker vanaf het begin en hij oxideert nog iets donkerder. Dus ik zou nog een lichtere kleur halen, maar hij dekt fantastisch. Hij heeft echt een mooie dekking. Hij is ook gewoon mat, net als de foundation. Ze matchen ook mooi met elkaar qua structuur. Ze blenden mooi in elkaar in. Dus tot nu toe, los gezien van allebei de kleuren, vind ik ze wel mooi. Dus ja, I like it. Dan heb ik natuurlijk ook een losse poeder van hem. Want ik gebruik altijd een losse poeder. Dit is de Ready Set Go losse translucent poeder. Ik heb de witte translucent gepakt. Maar ze hadden ook een beetje een gelige achtige kleur. En dit is gewoon een setting poeder. Er staat verder niks op. Ja, een poeder is een poeder. Dus hiermee ga ik even baken. En ik ga het aanbrengen op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Het is wel echt wit. Ik hoop niet dat hij er flashback gaat hebben. Oké, het laat gelukkig geen witte waas achter op mijn gezicht. Daar was ik een klein beetje bang voor. Ik ga heel eventjes een foto maken met flits, want dan kan ik zien of hij een flashback heeft. Nee, heeft hij niet. Kunnen we het zien? Geen flashback. Hij dekt niet. Dat kan ik je wel vertellen. Hij maakt wel mooi mat. Niet dat ik nog matter hoefde te zijn na de foundation en de concealer. Maar ja, mijn gezicht is nou lekker aan de matkant. Mensen, waarom doe ik dit steeds? Elke keer als ik iets heb van een cream contour of een cream blush of zo, alles wat crème is, ik vergeet het dan steeds en dan breng ik al poeder aan terwijl ik nog een crème moet aanbrengen. Ik ga het gewoon alsnog doen. Maar normaal moet je het doen voordat je poeder aanbrengt, maar ik heb dus nog een cream contour stick. Ik heb de Lottie London All About That Base Foundation Stick. Het is dus een foundation, maar ik wilde hem gebruiken als contour stick. Dus ik heb de kleur Rich Toffee gekozen. Ook weer hier, er was geen tester, dus ik heb de kleur echt gewoon gehokt. Hij ziet er oké uit. Hij is een beetje waterig. Kunnen we zien dat hij een beetje waterig is? Alsof hij zweet. Ik weet niet of dat echt het product is of wel het komt omdat mijn zolder altijd best wel warm wordt en hij hier al wel even ligt. Maar goed, ik ga hem gewoon gebruiken. Het is wel heel geel. Het is echt heel geelgroenig. Normaal ga ik wel echt gewoon voor een bruine kleur. Nee, dit is echt waardeloos. Kan iemand mij vertellen wie zo'n huidskleur heeft? Wie's huidskleur is geelgroen? Niemand. Hij had echt veel meer bruin moeten zijn. Dit kan echt niet. Dit is echt niet mooi. Oh my god. Deze stick is echt een no-no. Het blendt ook niet top. Maar ja, ik weet dus nou niet of dat ligt aan de poeder die eronder zit of echt aan de stick. Dat was een beetje een... domme fout van mij. Maar goed, we gaan gewoon verder. Ik ga heel even snel mijn neus contouren. Ik gebruik hiervoor mijn Revolution paletje. Want ik heb niks voor poedercontour van hun collectie. En ik gebruik de kleur hier.
Oh my god, die cream contour heeft echt mijn gezicht opgefokt. Ik ga beginnen aan de oogmake-up. Ik heb echt een heel schattig Lottie London oogschaduwpaletje. Dit is een 9-piece eyeshadow palette. En deze kleurvariant heet The Rust. Je had ook nog iets van 3 andere of zo. Maar ik dacht, ik ga gewoon voor een beetje de naturel bruinige kleurtjes. Omdat ik toch niet zo heel vaak zulke looks maak. Wat heel vreemd is, want het is juist een look die juist iedereen vaak maakt. En het is echt een prachtig everyday paletje. Hele mooie natuurlijke kleuren. En je hebt echt een mix van mat en glanzend. Het is ook echt een goede mix van kleuren. Want hiermee kun je echt volledige looks maken. En dat vind ik altijd belangrijk. Ik wil, als ik echt een oogschaduwpalet heb, wil ik volledige looks kunnen creëren. Ik wil niet nog iets anders erbij moeten halen. Dus ik ga hiermee even een lookje maken. We gaan inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met de hele lichte nude, bruinige, matte kleur hier beneden. Die heet Flex. Die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik een grote fluffy kwast. Dit is mijn BH Cosmetics kwast nummer 101. Dan pak ik de oranje matte kleur hierboven in de hoek, die heet Crave. En met dezelfde fluffy kwast breng ik die ook aan in mijn arcadeboog. Dan pak ik de lichte beetje matte nude kleur hier beneden, die heet Bare. En met een schone grote fluffy kwast ga ik die een beetje aanbrengen op de randen om het een beetje goed uit te blenden. Nu ga ik in met de bruine matte kleur hierboven, die heet Heat. En die kleur ga ik aanbrengen in de buitenste hoeken. De matkleuren blenden echt extreem makkelijk mee. Ik ben heel blij met hoe het gaat. Dan pak ik weer die concealer van net. En daarmee ga ik even een halve cut crease maken. De concealer is absoluut geschikt om een cut crease mee te maken. Omdat hij zo goed dekt. Dus je hoeft maar 1 laagje aan te brengen. Als je een concealer wilt gebruiken voor een cut crease. Moet je echt een concealer gebruiken die met veel dekking. Anders moet je 100 lagen aanbrengen. En dan verpest je je hele cut crease. Dus deze is daar heel geschikt voor. Nu ga ik de middelste glanzende kleur aanbrengen. Die is een beetje goud. Die heet Luxe. En die kleur breng ik aan over de hele cut crease. Oké, je moet de glanzende kleur aanbrengen met je vinger, want met de kwast bracht je niet heel veel aan. Maar ja, ik moet echt ook de kwast gebruiken, want anders kan ik niet mooi in die cut crease blijven. Dan pak ik weer die donkerbruine matte kleur, Heat. En die kleur blend ik dan nou zo'n beetje mooi in met de glanzende kleur. Nou pak ik weer al die matte kleuren die ik ook in mijn arcadeboog heb gebruikt. Dus de bruin, de oranje en de donkerbruin. En die breng ik allemaal aan op de onderste wimperrand. Zo, ik ben echt blij met de ooglook. Het ging echt goed. De matte kleuren zijn echt geweldig. De glanzende kleur kostte een beetje effort. Je moet echt je vinger gebruiken en zo. Maar uiteindelijk vind ik die ook echt heel mooi geworden. I love it. Ik doe ook heel even snel een bruin oogpotlood in mijn waterlijn. Ik gebruik dit bruin oogpotloodje van Catrice. Hij focust niet. Nou wel, deze. En dit is in de kleur 140 Shockwaves. We gaan verder met eyeliner. Ik heb ook een Lottie London eyeliner. Dit is de Lottie London Wing Woman eyeliner. Is het een pen? Het is een pen. Hij is gewoon zwart. Staat er verder iets op? Nee, er staat gewoon op liquid eyeliner. Wat ik belangrijk vind is dat hij fijn aanbrengt. Dat de pen echt goed meebeweegt. Dat hij super zwart is. En het belangrijkste, mat opdroogt. Dus hiermee ga ik even een wing maken. De eyeliner is een tikje uit de hand gelopen. Hij is lekker langer en heftiger dan dat ik wilde, maar maakt niet uit. Ik vind het wel iets hebben. Ik vind hem fijn. De pen is fijn. Hij is lekker zwart. Hij droogt ook mat op. Het enige wat ik dan persoonlijk iets minder vind is dat de pen niet echt meebeweegt. Het is best wel een stijve pen. Maar aan de andere kant is dat vooral voor beginners ook wel weer fijn. Want dan heb je een goede houvast en dan gaat hij niet alle kanten op. Dus ja, I like it. Ik heb hier ook nog de Curl Buzz mascara van Lottie London. Hashtag Curl Buzz. Is gewoon een zwarte mascara. En er staat op Curling en Lifting mascara. Ik moet het toch weer herhalen in elke video. Ik heb bijna geen wimpers. Dus je gaat sowieso niet veel zien. Dit is hoe die eruit ziet. Een beetje een aparte vormpje. Een beetje als een visje. Ik vind de mascara niet zo. Ik moest echt superveel aanbrengen voordat er ook maar iets te zien was. Ik vind ook hoe die is geshaped vind ik gewoon niet mooi. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet aanbrengen met de platte kant, met de niet platte kant. Ik heb gewoon alles geprobeerd. Maar hij doet gewoon niks voor mijn wimpers. Dus deze vind ik echt bagger. Ik ga nep wimpers van de Primark aanbrengen in de stijl 747 van Baby Doll Lashes. Die breng ik aan en dan kom ik zo bij jullie terug en dan gaan we verder met het gezicht. Ogen zijn klaar. Ik kan verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht lekker bronzen.
Ik heb hier de 10 Times Bronzer. Deze was er in 2 kleurtjes. Dit is een matte bronzer. Ik heb de kleur medium dark. Ik vind het ook fijn dat het een matte bronzer is. Kijk, er zitten van die schattige sterretjes in. Kijk hoe cute het is. Ik hoop dat de kleur mooi gaat zijn, maar daar kom ik achter als ik het aanbreng. Ik vind het een mooie bronzer. Ja, dit hier is echt een beetje een puinhoopje door die cream contour. Alleen de bronzer is echt mooi. Hij is niet te warm. Het is wel een warme kleur bruin. Maar het is niet zo'n te warme oranje kleur. Dus het is echt zo'n perfecte warmte. En I like it. Ik vind het een hele mooie bronzer. Hij blendt ook fijn en hij is mooi mat. I like it. Ik heb er verder niet veel over te vertellen meer. Dan ga ik verder met de Blush Crush. Dit is een blush van Lotte London. Ik heb de kleur Drake. Ik vind de verpakking, by the way, heel erg cute. En dit is de kleur. Het is een glanzende blush. Hij is niet mat. De verpakking is echt heel erg cute. Je hebt ook een klein spiegeltje. Het is wel een beetje een kinderlijke verpakking. Een beetje kindermake-up vibes krijg ik hiervan. Maar ja, ik vind kinderlijke dingen niet altijd per se niet leuk. Ik vind wel gewoon iets cutes hebben. Dus I like it. Ik ga hem proberen aan te brengen. Ik hoop dat hij niet te veel glanst. Want als ik er zo naar kijk, de kleur is best wel licht ook en glanzend. Oh nee. Nee, nee, nee. De blush is niet mooi. Ik ga zeggen waarom. Het is meer glans dan kleur. Het is gewoon alsof ik gewoon glansje op mijn gezicht aan doen ben. Je ziet wel een beetje roze kleur. Maar het is niet zo. Het is gewoon niet mooi. Het is niet mooi op de huid. I don't like it. Het is gewoon zo'n rare glans iets. Voor highlighter heb ik een heel paletje. Kijk hoe leuk dit paletje is. De Shimmer Squad Highlighter Palette. Ultra blendable en super soft. Nou, dat klinkt heel goed. Er was volgens mij, als ik me goed herinner, maar 1 paletje. Er zitten hier 4 kleuren in. Ik heb ze nog niet gezien, want ik moet hem nog openmaken. Dit is het paletje. En dan zitten er 4 mooie kleurtjes in. Je hebt ook een klein spiegeltje. Hij is wel echt klein. De kleuren zien er echt goed uit. Het zijn echt hele diverse kleuren. Dus echt voor elke huidskleur heb je wel iets. En ik denk dat de kleur die het beste matcht met mij de kleur hier is. Het is een beetje een champagne kleur. Die kleur heet de Queen Bee. De kleur hier heet de Troublemaker. Dan hebben we hier de Good Girl. En hier hebben we de Flirt. Ik heb heel eventjes alle kleuren geswatcht. Ze zien er echt prachtig uit. Ze swatchen fijn. Ze zijn lekker heftig. Wauw. Mooi jongens. De kleuren brengen wel iets lichter aan dan dat je ze zo ziet in het paletje. Dat had ik al een beetje met het swatchen door. Ze swatchen iets lichter, maar het is nog wel gewoon echt goed en mooi. Het is echt heftig, dat wel. Ik pak de kleur de Fleur, de beetje donkerbruinige kleur. En die breng ik dan een beetje zo hier aan. Om hier een beetje een glow te, aan te brengen. Vaak als ik de kleur aanbreng die ik hier doe, hier, dan wordt het hier iets te licht. Dus ik vind het fijn in zulke paletjes dat je een beetje een mixje kunt doen van ja, verschillende kleuren. Dan ga ik weer terug met deze kleur van net. En die breng ik ook aan op mijn neus en in mijn binnenste ooghoeken. Ik ben echt onder de indruk van dit paletje. Echt super mooi. Echt lekker heftig. Echt heel mooi. Ik ben echt impressed. Weet je wat ik mij nu besef? Ik ben gewoon weer iets vergeten. Oh mijn god, maar het maakt niet uit, want ik kan het nog aanbrengen. Ik heb van Lotte London ook hun eye foil. Dat is deze, die hebben ze in een aantal kleuren. Dit is een metallic liquid eyeshadow topper. En dit is de kleur faded, een beetje een oranje kleur. Ik ga die gewoon alsnog nog aanbrengen, zo hier, op de cut crease. Echt jongen, wat een amateur YouTuber ben ik zeg. Nou haal ik wel echt die hele kleur eronder weg, maar maakt niet uit. En dan pak ik weer dat kwastje met die donkerbruine matte kleur. En dan ga ik die een beetje inblenden met de liquid oogschaduw, zodat ze mooi in elkaar overgaan. Kijk even dit, hoe mooi. Er staat op metallic, maar ik vind het toch iets meer gewoon glitterachtig. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind het echt prachtig. Het blende ook mooi in met die donkerbruine kleur toen ik het ging blenden met de kwast. Dus het blendt gewoon goed mee. Ik ga verder met de lippen. Ik heb een aantal producten voor de lippen. Ik heb een glitter matte liquid lipstick. Ik heb een normale matte liquid lipstick. En ik heb lipgloss. Ik ga beginnen met de nude kleuren. Ik heb hier de Slay All Day matte liquid lipstick in een hele mooie nude kleur. Ze hadden echt een aantal nude kleuren, dus je had echt opties. Ik heb de kleur Work It. Hij ruikt heel lekker. Hij brengt niet goed aan. Bijna geen pigment.
Het is echt een lip cream. Dat kan gewoon. Het is niet echt een matte liquid lipstick. Dit is echt een lip cream. Hij droogt wel mat op. Ik voel hem gewoon droog worden op mijn lippen. En ik voel hoe die helemaal aan mijn lippen trekt. En het helemaal... Nee. Nee. Hij is niet fijn. Je moet ook best wel veel lagen aanbrengen. Omdat hij niet veel pigment heeft. Hij brengt ook niet mooi egaal aan. En hij voelt niet fijn aan. Dus deze is voor mij echt een no-no. Dan ga ik er nog wel overheen met de gloss. Deze gloss heet Glossed. Met een D op het einde. Zien we dit? Deze had je ook echt in een aantal kleurtjes. Ik heb de kleur Drenched, denk ik. Ik denk dat dit hier de kleur is. Ik vind de gloss ook niks. Ik vind de applicator niet fijn, omdat hij echt helemaal meebuigt. Hij is helemaal niet stabiel. Hij gaat echt gewoon alle kanten op terwijl je het aanbrengt. En je moet best wel vaak terug in de tube, omdat hij niet veel aanbrengt in één keer. Allebei zijn voor mij een no-no. Dus ik ben blij dat ik nog een formule van hun, heb gekocht. Dit is de Glitter Switch Liquid Lipstick. En ik heb een beetje een donkere kleur genomen. Omdat ik wist dat ik voor een beetje een natural ooglook zou gaan. Dus ik vond het wel leuk om een beetje een bold lipstick op te doen. Ik heb hem in de kleur Killing It. En het is een beetje een bordeauxrode glitter dingen. Hierop staat ook Read Me First. Dus lees mij eerst. En als je dan zo dit open maakt, dan staat hier een uitleg van hoe je het moet gebruiken, want het is geen normale liquid lipstick. Je moet hem gewoon aanbrengen als normaal. Dan moet je even wachten om het te laten opdrogen. Er staat voor ongeveer een minuut. En dan press your lips together and reveal the glitter magic. Dan moet je met je lippen op elkaar gaan en dan wordt hij glitterig. Dus hier ben ik wel benieuwd naar. Dit is de applicator, gewoon een vrij normale applicator. Ik ga even dit wat ik al op heb eraf halen en dan deze aanbrengen. Oké, het is helemaal droog. Nou ga ik mijn lippen op elkaar doen om te zien of hij gaat glitteren. Oh mijn god. Het glittert echt. Dit is zo weird. Kijk die glitter die verschijnt. Deze bracht by the way wel echt top aan. Lekker goed gepigmenteerd. De applicator is ook gewoon goed stevig. Dus dat was helemaal top. Ik vind de kleur ook mooi. En ik vind dit wel echt heel erg leuk. Oh my god. Je moet wel echt een aantal keer met je lippen op elkaar gaan. Want de glitter is niet gelijk mooi egaal over de hele lippen. Maar nou wel. Ik zie dat ik verder geen fixing spray heb van hun. Dus ik ga voor mijn Catrice Freeze fixing spray. En dan zijn we klaar met de look. Als ik zo naar mijn lippen kijk, vind ik ze best wel paars. Ik had meer bordeaux rood verwacht. Kijk, maar het is wel echt gewoon paars. Oké, ik ben klaar met de hele look. Ik vind dat het weer echt een leuke look is geworden. Ook lekker draagbaar als je een nude lipje zou opdoen. Ik begin gewoon met het slechte nieuws en met alle dingen die ik niet aanraad. De spons, veel te hard, brengt niet fijn aan. De primer vind ik ook echt helemaal bagger. Is gewoon niet fijn op mijn gezicht. Maakte mijn gezicht grauw en het zat gewoon niet fijn. Het maakte alles vettig en nee, het was gewoon echt een flop. Curl Boss mascara vind ik ook niks, omdat hij gewoon niet genoeg doet voor mijn wimpers. En met niet genoeg bedoel ik gewoon echt niks. De contour stick hoef ik verder geen uitleg over te geven. Het heeft er hier echt een puinhoopje van gemaakt. Deze vind ik ook helemaal niks. De matte liquid lipstick en de lip gloss heb ik net al verteld waarom ik ze niks vind. Ik vind ze gewoon niet fijn. En de blush vind ik ook echt niks, omdat hij gewoon niet mooi aanbrengt. Het is geen mooie blush op mijn huid. Het voelt gewoon alsof ik een beetje glans aanbreng. En het is allemaal een beetje weird op mijn gezicht. Dus die producten raad ik niet aan. Dan heb ik nog twee categorieën. Wat raad ik zeker aan en vind ik echt top? En welke producten vind ik mooi? Moet ik nog even over nadenken. Wat ik zeker aanraad is de liquid oogschaduw. Het zit allemaal eventjes op mijn ogen. En vaak wanneer het slecht is, dan droogt het op en dan gaat het er helemaal af. Dan gaat het gewoon zo stukje voor stukje eraf langzaam. En dat doet hij niet. Ik vind hem alleen niet metallic. Ik vind het meer gewoon echt een glitter oogschaduw. Maar ik vind hem echt prachtig. En hij blende ook mooi in toen ik het blende met de oogschaduw. Deze highlighter quad is echt de winnaar van vandaag. Amazing. Echt een prachtige glow. Lekker betaalbaar. Zeker halen. De concealers. Ondanks dat ik ze nog wel moet ophouden de hele dag, ben ik al extreem enthousiast erover. Ze zijn echt heel erg mooi. Ze maken mooie
smooth. Ze hebben ook echt een volledige dekking en ook geschikt voor een cut crease. Ik vond ze echt geweldig voor de cut crease. Met één laagje was ik helemaal klaar, dus ik vind de concealers echt fijn. Het oogschaduwpaletje vind ik ook echt een goed everyday oogschaduwpaletje. Vooral de matte kleuren geweldig, de glanzende kleuren gewoon echt aanbrengen met je vinger. En dan krijg je echt gewoon een mooi resultaat. En de Ten Time bronzer vind ik echt ook een prachtige bronzer voor zo'n mooie lage prijs. Raad ik hem ook zeker aan. Ik heb dus medium dark. Je had ook volgens mij light medium. En ja, echt top. Ik vind het echt een hele mooie kleur. De rest is een beetje een mooie. Ja, ik heb hier de Lottie London eyeliner. Ik vind het niet echt een geweldige eyeliner. Er zijn er echt een aantal van Catrice die ik echt beter vind. Maar ik vind hem ook niet slecht. Het is gewoon een mooie. De poeder is ook gewoon... niet slecht, niet goed. Het geeft geen dekking. Het maakt wel mooi mat. Dus als je dat zoekt, is er iets voor jou. De Glitter Matte Liquid Lipstick vind ik ook top. Dat heb ik al net verteld. Hij zit goed op mijn lippen. Ik ga hem ook ophouden en dan zien hoe lang die goed blijft zitten. Dan als laatste de foundation. Een goede medium tot volledige dekking. Hij is echt mat. Dus ja, dat moet je wel weten. Ik vond hem net misschien iets te droog. Maar nou ik er zo naar kijk, zie ik dat niet meer. Ik vind het gewoon echt mooi liggen op mijn huid. Dus ik ben vooral hier heel erg benieuwd naar hoe het er op het einde van de dag nog op zit. Maar ik heb echt goede hoop. Want hoe het er nou allemaal uitziet, vind ik het echt top. Ook vooral gecombineerd met een concealer. I like it. Dus dit is de actuele status van wat ik nu van alles vind. Maar ik ben heel blij met hoe het is gegaan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie allemaal weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!